Ja, Marco, allereerst gefeliciteerd. Mooie overwinning vandaag. Het liep vandaag als een trein. Hoe kan dat? Nou ja, als een trein is ook weer een beetje overdreven, maar dankjewel. Eindelijk, 3 puntjes. Nee, we begonnen heel goed aan de wedstrijd. En eigenlijk vergeten we onszelf te belonen door met rust gewoon 4-5-0 de rust in te gaan. En dan speel je een iets makkelijker wedstrijd. En na de rust wordt het toch wat moeizamer. En hun veranderen iets. En dan gaan we toch even een beetje kijken van hé, wat gebeurt er? En dan raken we het voetbal een beetje kwijt. En gelukkig scoor je wel op een goed moment de 2-0. En dan moet je eigenlijk die wedstrijd wat beter uitspelen. Maar, Eerst volgende week nog competitie en dan die dinsdag daarna tegen VV Venlo. Voor het eerst sinds 2005 dat Westlandia verder is in de beker. Hoe is dat voor jullie? Ik had het zelf ook nog niet meegemaakt, dus voor mij de eerste keer. Ja, ik heb het een keer met Haaglandia als assistent trainer, maar voor ons als bij Westlandia is natuurlijk een prijs kan je niet noemen. Maar het is wel een toetje die op die 4 jaar die ik hier nu al heb meegemaakt. En dan stiekem te vragen, heb je er vertrouwen in tegen VVV? Ja, we spelen tegen de nummer 4 volgens mij op dit moment van de Eredivisie. En voor ons gewoon een toetje, we gaan lekker spelen, we gaan eruit proberen zo goed mogelijk te verkopen. En kijken wat het brengt. Jullie hebben er zin in? Sowieso zin in, het is een leuk adviesje. En ik zou zeggen, iedereen moet zorgen dat hij erbij is.